YouTube vrienden en welkom bij een nieuwe video. De slaap zit nog een beetje in mijn oogjes. Maar ik zit weer zoals gewoonlijk als bijna iedere ochtend achter de computer. Ik moet heel nodig naar de wc. Goed verhaal ook dit weer. Nee goed, maar... ik moet gewoon nodig naar de wc. Maar ik dacht eerst even beelden overzetten. Want dat, ja, ik moet twee verschillende apparaten uit... eruit gooien. En dat duurt altijd wel even. Ik dacht als ik op de wc zit kan één apparaat en dan... Doe ik daarna de andere apparaat. En dan ga ik vandaag weer dingen doen. Het is niet heel gunstig weer om te suppen. Ik dacht ik ga even weer suppen. Maar ja, dat heb ik nu ondertussen ook wel een keer gezien. Meer beleef ik ook niet echt, jongens. Ja, nee, valt mee. Ik ga wel wat anders doen. Maar ik weet niet of ik jullie daarin mee kan nemen. Maar daar heb ik het zo nog wel even over. Want ik ga eerst heel snel die beelden overzetten. En dan heel nodig naar het toilet. Dus ik ben zo terug. Kijk wat de kattenbende hier. Ongelooflijk. Lekker in het zonnetje. Nou goed mensen, Effie moet vanavond werken, dus we gaan eerst maar even eten. Ik heb mijn editwerk afgemaakt en de plannen zijn toch wat gewijzigd. Het weer is toch nog wel redelijk dat ik lekker water op kan, dus dat ga ik ook doen. Ga ik jullie niet helemaal in meenemen, want ja, na 2-3 keer heb je dat ook wel gezien. Ik wil vandaag nog wel even wat anders gaan doen. Maar dat ligt ook nog weer een beetje als het vanmiddag lekker weer is. Wat is er aan de hand? Aankopje. Nou goed, maar dat zien jullie straks. Ik ga eerst even eten maken en wij zijn tegenwoordig helemaal verliefd op een pokeball. Maar we zijn wel lui, dus we hebben hier rijst voor de magnetron. Zo'n pakje, super handig. Nou goed, ik ga jullie even laten zien hoe ik het maak. Ik doe eerst de rijst even in de magnetron. Lang moet het ook alweer, dat is het ook alweer. 60 seconden, upscale. Stap 1. Dan gaan we de zalm even verwerken met sojasaus. Ik heb de rijst 2 maal verdeeld over de borden. En toen de edamameboontjes erop. En dan de zalm over de borden verdeeld. De wortel. En wij vinden gebakken uitjes erop ook altijd wel lekker. Dan de komkommer. Avocado. Komkommer, alles erop en eraan. En dan nog wat pitjes. Ik dacht dat het sneller zou gaan. Zo. En nog wat chili mayo en wat sojasaus. En dan vind ik het lekker om nog wat de oestersaus eroverheen te doen. En dan is het tijd om lekker te eten. Nice. Wij hebben super lekker gegeten en Effie gaat nu zo naar de werk. En ik ga het water even op, maar ik laat mijn camera thuis. Want dat hebben jullie ondertussen een balk al een keer gezien. Het is nu nog een beetje zonnig. 19 graden. Maak de tijd zo voor herrie als ik bezig ben. Hallo. Daar gaat hij heen. Oh, sorry. Nou, dan ga ik maar weg. Nee, ik ga mijn surfboard pakken en dan ga ik die kant even op. 10 hours later. Jullie zagen het. Ik kwam weer aanlopen met het surfboard. Helemaal niet zwaar eigenlijk. Het heeft zich een beetje lucht met stof. Het is onhandig omdat het gewoon... Nou ja, wat zou het zijn? 4-5 meter misschien wel. Serieus, joh, meen je nou? Dat. Maar ik ga de volgende keer wel mijn camera meenemen, ook al ga ik het niet filmen. Want ik kwam nu echt allemaal fantastische dingen tegen. Op het water, gewoon hier tussen de bruggen nog, op het kanaal. Er kwam echt een groep met 10 celbootjes aan, met allemaal Duitsers erop. Die gingen even het supermarktje hier verderop, even wat bier halen en zo. Die waren lekker allemaal aan het zeilen. En ja, die zeilmasten zijn natuurlijk hartstikke hoog. En... De bruggetjes zijn vrij laag. Dus dan zie je ze allemaal stuntelen om die masten helemaal naar beneden. Doek weer in te rollen. Die masten helemaal naar beneden. Te slopen, te bouwen, te doen. En er kwam een hele groep motorrijders langs. Het was echt een heel mooi shot zo. Het is gewoon zonde dat ik dat dan niet kan delen. Dus volgende keer neem ik echt overal mijn camera of mijn telefoon mee. Want die heb ik nu ook niet mee. Want dan had ik daar snel anders wel mee gefilmd. Maar heel mooi in de vet shield, die celbootjes van aankomen. En dan al die masten naar beneden. Allemaal een motortje aan. En was er een groep Duitsers die hier op zelfvakantie zijn, denk ik. Maar moet je anders als je Duits bent en de zon schijnt.
Niet ingraven, zoveel zand hebben we niet hier in het dorp. Nou ja, goed. Ik wil jullie nog wat anders laten zien, want ik ben echt zo'n nerd die er niet tegen kan dat mijn telefoonhoesje vies is. Dus wat doe ik? 1 keer in de maand vervang ik mijn telefoonhoesje. En ik had de Bets AliExpress hoesjes weer binnen. Die doen niet onder van gewone kwaliteit. Weet je, het beschermt en dat is goed. Het beschermt mijn camera. Maar moet je kijken, 12 stuks iedere maand van het jaar. 1. En ja, zolang hou ik deze telefoon ook nog is de bedoeling. Dus ik ben weer compleet. Ik ga hem even vervangen. Het valt op zich nu nog wel mee. Maar ja, moet je dit verschil zien. Dit is gewoon veel netter. Dit ziet er zo... Sommige mensen die kopen echt nooit zo'n nieuw hoesje. En vies dat het ding wordt. En het verkleurt natuurlijk door de zon. En het is nu vies. Eén verschil is nu, ik heb hier cameraatjes die beschermd worden. En dat is hier gewoon 1 vlak. En ja, ik kan ervoor kiezen. Maar het gaat om vel achter zitten. En dan wordt het ook vies. Je kan ineens gewoon je lens schoonmaken. Super fijn. Kijk, dat verschil. Super mooi. Nou goed, ik ben weer blij met mijn 12 nieuwe hoesjes. Iedere maand een nieuwe. Ziet er tenminste clean en schoon en netjes uit. Anders vind ik het echt vies. Oh, kijk, dit is ook nog een verschil. Hier zitten van die gaatjes ter bescherming voor het speakertje. En dit is gewoon 1 open vlakje. Nou ja, wel iets verschil, maar dat ja, maakt eigenlijk ook niet uit. Zolang het maar beschermt, zeggen we dan. En natuurlijk mooi met MagSafe. Dat is wel super handig. Dan kan je hem overal een beetje wat opladen. Nou, ik ga nog even achter de computer duiken. En als het mooi weer is, ga ik ze de deur nog even uit te nemen. Jullie natuurlijk gewoon mee, want ik laat niet alleen mijn camera weer thuis. Want dan mis je allemaal leuke dingen in de wereld. Het was echt zo'n mooi shot. Die motors voorbij, die bootjes voorbij, stuntende Duitsers. Allemaal hallo, hallo. Dus ik een beetje in het Duits gesprekje met ze voeren, zover ik Duits kan. Ja, leuk. Nou goed, ik ga even naar boven. Ik ben even een smoothie aan het bouwen met wat diepvriesvruchtjes. Je ziet echt... Ah, zie je goed licht. Diepvriesvruchtjes, banaan, gele kiwi. En ik ga nog even een appeltje schillen. En hij is klaar. En ik heb mijn eigen smoothieglas hier. Kijk. 5 oogjes en een mondje. Nou goed. De smoothie is klaar. Ga ik even lekker op slurpen. Wij zijn het laatste rondje en dan moeten we dat op bed gaan. Even aan het plassen. Nou mensen, dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, die blauwe duimpjes omhoog te doen. En dan zeg ik voor nu, tot morgen. En ik check jullie later.